beste kijkers, welkom bij Savvy Speed Nation. Vandaag gaan we nog een asrol doen van Thomas en Charger. Vooral vierde gaat het doen eigenlijk. Eerste voorbereidingswerk is al gebeurd. De koppen zijn al gekuist, de kleppen zijn gekuist, er liggen lichtere klepveren op, de noknas zit er al in. Ja, alles is klaar. Ja. Nog de delco erin steken. Koelvloeistof zit erin. Daar is Vieter mee bezig. We hebben met zijn werk gelopen eigenlijk. En ja, kijk, we gaan alles filmen. En tot ziens. Yo. Een hart van die neuvel. Dat kan eigenlijk ook. Gewoon als we daar niet heeft, ik word hard aan het zoeken. Spannend moment. Engine loop. We zijn 5 minuten bezig met een 120 liter koelvloeistof in de hoorn. Ja, de budget zijn hoog. Ramwerker. Los aan de cilinders. Ja. Rood en echt denken gaat halen. Wat gaan jullie doen? Boomstuk lopend. Ja, hoe komt dat erover? Hoe komt dat toch even over? Ja, dat is met die ding. Dus dan gaan die riem erop te laten. Wat verdrooi dit. Doe het daar aan de warrelsteking. Tommy staat in zijn vertrouwde positie. Ver weg van alle werken. Normaal hadden we in positie, makker. We gebruiken alleen kwaliteitsolie van PPG. Ik hoop ook dat de vlammen er niet uitslaan aan die olie. Dat doen. Ze stinkt dan te nerven. Duckhunts, racing oil. Wat beter mijn pelke mee had, want dat kost veel. Dat is beter. Trek nog weer naar olie, man. Ja, die andere flessen daar, hè? Ik denk dat de frituur gaat. Het ziet er goede honing, goede dingen uit. Goede olie uit. Het ziet er ons dus vast uit. Het ziet er vers uit, ja. Denk ik. Marley moet je niet. Black gold, stel ik wat verdraaid olie erin. Ja, dat is zwart. En hoe? Nou, ja, dat is niet slecht, hè. Maar het is apart zwart, he. Stel ik wat verdraaid olie. Makro. In de macro. Is het waar? Hoe kan er nou uitzien erboven nou? Of is die heel uit? Nee. Wel, zat er misschien nog een groen erin. Stel anders toch maar. Waar is het er hier uit? 2 liter, 2,5. Dat is maar al minimum, hè? Ja, wij hadden een oliefilter al afgepompt. Het was een. Nog een liter in doen, dat voor, zat er niet veel in, hè? Wel, dat is nog maar een diepe karter. Wel, het zou een liter of 6 zijn, ja. Een gallon, hè, van een grote spier. Een gallon, hè. 10 liter, hè. Een kwarts. God, dan een beetje aan betaald, moet dat allemaal omrekenen. Van onze volgers.
de boormachine op de oliepomp, zodat er overal zeker olie komt. Zij zal er zo in zitten en want hier staan er ook strepen. Ja, dat hoor je. Dat dan wat je niet kunnen zien. Kun je daar beneden niet zien dat hij stond? Nee, wel. Voor het al moet controleren, maar laat dat erop een koplamp. Dat kan maar goed zetten, wel niet. Ja, spannend moment nadert. De klaap staat al juist te weten hoor. Klappen zijn geregeld, ja. De klap maakt ze mooi hoor. Ja, ik ging een drap steken, maar de klappen loopt maar tot de weg in. Ja. Ik zit er nu juist in niet. Wacht even. Dat afgezeten deel van mijn handen. Ja, ik weet dat ze geen rakkajak in van mijn ogen. Oh, een kleerrakkajak. Ik weet niet wat opleggen. Vind je het onder stress? Toertal heeft wat moeten in de hart moeten. Ja, fuck, ik ga niet zeggen wat ik moet helemaal zeggen wat ik moet doen, dan ga ik zeggen wat ik zie. Maar het begon in principe, maar ja, ik ga het met je hozen geven, dat is zeker genoeg hè. En ik ga het onder alle antiefjes indrooien. Ja, moet hij, we zeggen wat ik moet doen. Spannend momentje. Zit de grill voor? Hier ook zien de ontstekingen door. In principe. Dat er een strip hebt? Op een manier zo te zeggen? Nee, dat kun je niet. Dus het er. Met je hoer door ik dan maar krukt een klein trapje gezet. Ja. Dat houdt puur al 33, 34 jaar. En dan heb je dat akrometen een plootje. Uit de distributiekassen. Ja. Daar rond had die erin ja. Zit. Ja. Dat dan nog. Ja. De feiten zo moeten door. Ja, ik wil eerst kijken naar de hand gaat.
In de naam van? Ik moet niet zo verhazen, hè?
temperatuur blijft ook goed. Maar ja, dan kan dat die. Hoeveel had die eerste grote strepen nog? 70. 170. Dus dan zet die nu. 170, ja. Dan kan dat die keizer achter stort. Maar jouw lager wist je zakt weer, naar die strepen, hè? Jouw klimmetje hoger wist je zakt weer naar die strepen. Ondertussen zitten we aan 2/3, 10 minuutjes bezig, alles ziet er nog goed uit, dus het komt wel in orde. Tommy is er al sinds heel gerustig. Oké, we zijn een half uur ver. Ondertussen draait jullie net weer op een rollantie. Het is gelukt.
zo draait hij uit. Oliedruk, temperatuur net iets te warm. Ja, we zitten al zover. We zijn in een half uur aan het tenderijen geweest. Alles is gelukt. De temperatuur is net iets te warm, maar zeker niet problematisch. Dus ja. Komt goed. Tommy zit ook heel zitten, alleszins.